Dit is niet zomaar een trapveldje. Nee, want hij wordt straks geopend door Martens Indy. Oh, ik heb gehoord hij is ziek. Echt? Oh, dan komt een andere speler. Maar wat vinden jullie van dit trapveldje? Bijna alle trapveldjes zijn van steen. En nu is er eentje trapveldje van met kunstgras. En ook als je valt, dan heb je ook geen pijn. En dat is ook wel leuk. Ik vind het heel erg leuk dat er een Feyenoordspeler komt. Had ik niet verwacht. Ik ben sinds mijn geboorte ben ik al fan van de kameraadjes. En Feyenoord is ook een hele goede club. Ik vind het zelf de beste van Nederland. Feyenoord is de beste. Nou, ik denk, ik ga wel voetballen met een paar jongens. Bijvoorbeeld een dag voor de wedstrijd van de Street League of zo, dat we kunnen verzamelen. Dat we hier even een balletje gaan trappen of zo. Ik wil bij Feyenoord Street League. Ja, dat is een soort van straatcompetitie. En dan heb je de deelgemeente Charloes en Feyenoord, die spelen dan tegen elkaar. Het gaat eigenlijk niet om de winst, het gaat om de plezier en om conditie op te bouwen voor kinderen. Want de meeste kinderen die willen graag naar de kast en iets een chocolaatje of een dropje pakken of zo, in plaats van naar buiten gaan of zo. En daar staat ook Street League voor en ook dit veldje. Ja, want iedereen moet gezond blijven. Je ziet wat er van komt als je voetbal leert op dit soort veldjes in de wijk. Kostas, die staat nu in het eerste. Bruno ook.